Jongens, ik denk dat ik toch liever met een trapje ga. Te zijn. Hou alle oude takkertjes uit. Goed toch? Fijn hè? Buiten. Heel fijn. Kon het maar altijd zo blijven. CITO-toets. Met de CITO-toets gaan we kijken hoe ver jullie zijn en welk niveau jullie aankunnen. Dat is heel belangrijk. Maar het is ook best leuk. Maar Mees, we hebben toch helemaal geen toets nodig? Iedereen ziet toch zo ook wel dat we goed zijn? Ja, kunt u ze niet gewoon een brief schrijven? Dit zijn coole gasten, ze zijn nog super chill. Ze houden niet van CITO, stop die maar in je. Bureau. Maar Mees, het moet ruim op chill. Origineel. Pupil. Kiel. Stil. Ja, dat ruimt natuurlijk ook op chill. Nou, Mr. Kees. Jongens, ik wil dit niet steeds hoeven zeggen, maar ik hoor jullie helemaal op de... wc-bril. Zep. Maar mevrouw Dreus, dat ruimt er ook op chill? Er ruimt van alles op van alles, maar daar gaat het nu even niet om. Ha, de CITO. Heel goed, meester Kees. Heel goed dat u daaraan blijft werken, hè? Hou die boog gespannen. Zeker nu jullie dit jaar het eindtoneelstuk gaan doen. Heerlijk stuk, boeren, bakkers en buitenlui van eigen hand. Enig om te doen. Toneel zoals toneel bedoeld is. Met diepgang, waarheid, een lied en een grap. Wat ruist daar op den akker? Is dat een landloper die ik hoor? Maar nee, het is den ruige wind. Ik werd bedrogen door mijn oor. Dan blijkt het toch die landloper te zijn.
En het mooie is, jullie gaan dit spelen in een echt theater. In Vreugdelust. Die stellen dat jaarlijks ter beschikking. Maar pas op, het is een rusthuis. En daar wonen mensen die hebben behoefte aan rust. En die zijn allergisch voor wilde kinderen. Dus geen gegil of gestamp. Of gebeuk. Geen gebeuk. Ook, inderdaad. Het is daar kalm en stil. Het is daar heerlijk. Heerlijk. Het is zo... Dreus Schoolhoofd, een ogenblik alstublieft. Vreugdelust, oude posthoornweg, 13, helemaal rechtdoor. Theater zit achter in het gebouw. Ik volg u. Ja, ben ik weer. Het gaat over die blauwe luizenzakken. Die zijn nog niet gearriveerd. En dat wordt straks natuurlijk allemaal bezig. Nou, zullen we dan maar? Vreugdelust. Dit is het, jongens. Jammer. Hier. Die luizenzakken, waar blijven die? Het is echt code rood hier. We kunnen ook spijbelen, Mees. Best een goed idee. Op mijn vorige school gingen we nooit naar een rusthuis. Nou, dat was wel een leuke school. Jongens, hier wonen ook gewoon mensen, alleen zijn ze wat ouder. Volgens mij moeten we die kant op. Wij zijn daar aan het eind van de gang, jongens. Robuuste doek, de creativiteit. Voelen jullie de muze? De muze? Ze bedoelt de muizen. Voelen jullie de muizen? Nee, Sepp. De muze. Hè? Inspiratie, de kracht van het theater. Voel. Alles in hier ademt toneel. Want noeste arbeid voor de oogst is van alle deugdend allerhoogst. Schouders eronder, handen in mekaar. Wat is dit allemaal voor een lawaai? Mevrouw Goedhart, wat goed om u weer te zien. Ja, kijk, dit is het eindlied dat de klas moet oefenen voor... Boeren, bakkers en buitenlui, zeker, hè? Goed dat u dat nog weet. Het is weer zover. Ja, mevrouw Schokjes, zegt u maar. Het is toch niet weer datzelfde stuk? Ja, heerlijk vertrouwd met de bakker in zijn keuken. Gaan we beuken? Nee, meneer Stet, de bakker in zijn keuken. Oh.
Deze kinderen moeten even heel hard werken. Jongens, de kostuums liggen achter op jullie te wachten, hè? Lekker oefenen. En meester Kees, u heeft de regie. Goed, jongens. Doen jullie hoekjes? Hé, ga je snoodhart? Wat grapt gij daar in mijn en bakkers etablissement? Is dat een half gesneden krentenweggen met zalige rozijnen en de spijs onder uw jas? Staat dat er echt? Als ik in den diepe poelen uw ogen kijk, verschiet mij elke lust om het ruige pad de... Misschien moeten we er gewoon eventjes aan wennen. Mees, echt? Het is zo niet cool. Nee. Wat is er? Hebben jullie plankenkoorts of zo? Hey jongens! Hey, moet je kijken hoe die fikt? Maar pap... Had jij niet verwacht, hè? Dat die oude hut nog zo'n mooi vuur zou geven? Pap, dat was mijn hut. Ik weet natuurlijk niet zo vaak waarin speelde, maar... Zo'n hut is toch voor kinderen? Jullie zijn nu groot. Groot? Ja, groot. Dan verandert alles. Ja! Nou, moet alles dan ook veranderen. Oké, jongens. De CITO. Dat is een hele belangrijke en grote stap. Ja? Hebben we wel genoeg geoefend, Mees? Natuurlijk. We hebben ons toch gewoon netjes aan het werkrooster gehouden? En we gaan iets extra's doen. Ja, we gaan iets bedenken waardoor we allemaal een 10 halen. Yes! Een 10! Bij een CITO is dat 5,50. Ik moet iets doen met de tweeling, Mees. Met het systeem dat ze ons alle antwoorden geven. Met hun handen of zo. Met gebarentaal. Met rooksignalen. Nee, met reuksignalen. Bij ieder antwoord gaan ze scheten laten. B is dus 2 scheten en C is 3 scheten. Jongens. Jongens. Deze keer niet. Iedereen maakt zijn eigen CITO. Maar wat we wel kunnen doen... is... we maken spiekbriefjes. Oeh, Mees. Echt? Ik ga maar lekker klein schrijven. Er past er veel op. Alsjeblieft. Maar Mees, spiekbriefjes, dat mag toch eigenlijk helemaal niet? Hier. Neem jij er maar 2. Spiekbriefjes zijn super nuttig. Schrijf er alles op wat je al vergeet. Schrijf het zo klein en zo precies mogelijk. En als je klaar bent, dan vouw je hem dubbel. En dan nog een keer. En dan stop je hem... in je... in je mond. En eet je hem in 1 keer op. Het is nog papier. Ja, met eetbare inkt. Maar Mees, hoe kan je snel bekijken met de CITO? Dat kan helemaal niet, Fred. Maar als je hem opeet, dan is hij altijd een klein beetje bij je. Oh. Jullie gaan het allemaal fantastisch doen met de CITO. Echt. Goed zo, glad om de buik. Hoppa. Goeie afzet, hoppa. Goeie afzet, kom op. Daar gaan we. En, haha, nog een keer. Go. Duiken, Sepp. Duiken. Duik maar. Hé, hey, Mees. Ik hoop niet. Wat doe je? Drijf. Kan ik beter nadenken. Ik heb thuis ook altijd in bad.
als ik het even niet meer weet. Een toets of zo. Heb je ook een toets? Ja, dat is de moeilijke. Om officieel leraar te kunnen worden. En dan? Ja, dan mag ik misschien bij jullie op school blijven. Zelfs als jullie straks weg zijn. Oh. Nou jongens, het valt toch best wel mee. Er zitten ook hele leuke stukjes in, grapjes. Ja, als je Oud-Holland snapt. Ja, dat stukje over die landloper die bevriend wordt met de bakker en dan mee mag doen met het oogstfeest. Nee, niet echt, Mees. Nee, niet echt, hè. Er zit wel één leuk stukje in. Ja, er zit wel één leuk... Welk stukje dan? Dat de muizen het brood stelen van de bakker. Kan de hele voorstelling daar maar over gaan? Over muizen? Ja, muizen in de hoofdrol. En die geven dan ook een feest. Maar dat was dan een trouwfeest, want twee muizen waren verliefd. En toen gingen ze allemaal eten pikken bij de bakker. En toen was het volle maan en toen sloeg de klok 12 uur. En toen kwam al het eten tot leven. En er waren croissantjes en wortels en aardbeien en een zak friet en een hotdog. En die wil niet opgegeten worden. En toen kregen ze eerst ruzie, maar daarna werden ze toch vrienden. En toen joeg ze met z'n allen de bakker weg. En toen gingen ze met z'n allen naar de bruiloft van de muizen. En toen leefden ze allemaal lang en gelukkig. Leuk toch? Ja, Mees. Kunnen we dat niet doen? Wat Lieke zegt, van het muizenfeest. Ja. Maar hoe vertel je dat aan Druis? Zij heeft het toch geschreven? Oh ja. Ja, maar ze had het zelf de hele tijd over muizen. Muzen, Sepp. Dat waren muzen. Ah, maar dat scheelt maar één lettertje. Precies. Eén letter verschil. De I. Dat is dan de I van improviseren. Dat mag toch bij een voorstelling? Dat moet juist bij een voorstelling. Dus dan veranderen we helemaal niks. We improviseren en we vertellen het stuk van Dreus vanuit een andere invalshoek. Maar Mees, hoe doen we dat dan met de kostuums? Mogen we het allemaal gebruiken? Dat stuk van de bakker hebben we nou echt al 100 keer gezien. Zoveel? Ja, voorzichtig. En dan de pan. En nu gewoon even laten bakken.
Hoe weet je eigenlijk dat ik van omeletjes hou? Ik zeg één ding. Luister, zakken. Ja. Goedemorgen, Els. Gaat het? Nee, hoor, gaat prima, duifje. Dank je. Hey, Tobias. Hallo. Seb! En, ben je er ook helemaal klaar voor? Voor de CITO. Ja, ik denk het wel. Volgend jaar een nieuwe klas. Spannend, hoor. Wacht nou eventjes. Twee happen. Je moet gewoon goed ontbijten. Dat is belangrijk. Dat is goed voor je hersenen, voor je geheugen. Dat onthoud je gewoon veel beter. Hier, neem nog even een hap. Pap. Nou, Tobias, dan maar twee happen. Havermout. Dat is belangrijk. Nee, dank u wel. Laat die jongens nou. Het is al spannend genoeg. Ze moeten eten, drinken. Dat is belangrijk. Drinken. Succes, lieverd. Jij ook, Tobias. Dank u wel. Zet hem op. Dag. Doei. Dag. Hey, jongens, flesje water voor onderweg. Hey. Komt goed, lieverd. Hier, je bent het vast vergeten. Nieuw, dit joggelukspukje. Oh, ik heb er nog genoeg. Hey. Hey. Hoi. Volgend jaar zit het niet meer bij Miss Kiss. Na de CITO en het eindtoneelstuk. Dan komt het afscheid van Miss Kiss. Maar dat is pas na de zomer. Ik mis hem nu al. Op mijn vorige school was er een keer een meisje die haar kleuterjuf zo leuk vond dat ze ieder jaar bleef zitten. Echt? Ze was op haar 12e nog steeds tussen de kleuters. Oeh, jongen, ga je buiken! Ah! Als we nou blijven zitten, dan blijven we misschien voor altijd bij Miss Kiss. Ja hoor, goeie. Klaar voor jongens? Helemaal klaar, Mees. Vergeet niet rustig na te denken. Want we hebben allemaal tijd genoeg. En als je iets niet begrijpt, dan gewoon nog een keertje lezen. En als je het dan nog steeds niet weet, denk dan maar aan de speedbrief in je buik. Oké? Okay? Drie. Twee. Één. Begin maar.
Ja? En dan denk ik toch dat het bed als vuilnisbelt te zwaar is, Mees. Oké, okay, dus we moeten nog iemand die helpt met het bed. Nog extra handjes. Handjes? Wat is er aan de hand? Nee, er is niks aan de hand. Maar wanneer moet ik dan op met die hand? Mees, het loopt uit de hand. Jongens, we hebben het totaal in de hand. Tim en Tom, als jullie dan nu uit de fruitmand gaan... En dan komt nu die bakkershand. Oh ja, precies, ja. De hand van de bakker die komt nu. Ja, nu. De muizen rennen weg. Het lijstje gaat in de kast. En jullie naar links dan? En jullie naar voren? En die mand kan nu komen. Heel goed, jongens. Heel goed. Dat is naast trouwjurk. Oh ja, trouwjurk. Is de trouwjurk klaar? Nee, dat lukt niet echt. Iemand moet ons helpen. Mees, je kent toch iemand die heel goed haar eigen kleding kan maken? Echt? Ja, ze is heel aardig. Ze heeft een hond en ze vindt je leuk. Mijn moeder? Maar die maakt toch helemaal geen kleren? Mees, denk na. Je ding is ook wel eens met haar. Ja, je moet het aan haar vragen, Mees. Ja, Mees. Ja, Mees. Oké. Kees? Hallo, hey. Hoi. Hey, Marie-Louise. Hoi. Ik wilde alleen maar vragen of je misschien een trouwjurk zou willen maken. Kees? Echt? Ja. Oh, nee, ik bedoel natuurlijk gewoon voor de voorstelling, voor de klas. Om te trouwen. Niet dat ik het niet zou willen, maar... Hoi. Dankjewel. Dag, hè? Dag. Oh, nee, Kees. Kees, ben je er nog? Problemen met de meisjes? Niet echt meisjes. Het is één meisje. Wel een heel leuk meisje. Alleen is het alsof ik altijd net het verkeerde zeg. Verkeerde weg? Dat ik struikel over mijn woorden. Oh, jongen, dat is de liefde. Zo wankel als een ei. Zo week als een mossel en zo gammel als een kameel. Mijn moeder zegt dan dat ik gewoon in het diepe moet duiken. Wat moet je ruiken? Duiken. Dat ik in het diepe moet duiken. Oh, zwemmen? Oh, dat is een goed idee van je. Dat zou ik ook altijd nog zo graag eens willen. Zwemmen. Echt? Ja, maar ja. Dat doen we niet zo vaak hier in het huis. Dat is wel jammer, hoor. Wij hebben vanmiddag schoolzwemmen en we missen nog een paar volwassen begeleiders. Echt? Ja. Yes.
wash away, wash away. We'll listen to the tales of this old house. A new dawn, a new day. Time is on your side. Don't sweat it. Don't sweat it, no. Wash it with the night and wash it with the fact that I am spitting in the mic in my hand. Cause I have an accidental lack of mic stand. There's no telling about worse or better. Before the truth lies deep in the drowned love letter. This time, this place, you can leave everything. It's no wrong, we go away. We can be everything. Wash away, wash away. Oh, listen to the tales of this old house. Wie wil er een frietje in glas hier? Yes! Wat een project! Smaakt naar aardappel. Oké, zo. Lap. Ja, en dan? En dan redden de muizen dus het levende eten van de bakker. En dan worden de muizen en het levende eten vrienden. En dan gaan ze samen vluchten. En dan vinden ze een geheime gang. Is er een geheime gang dan? Ja, en die gaan ze dan nog maken. Leuk toch? Oh. En dan moet ik het hele gebouw doen. En dan, ja, sorry, misschien geen probleem. Maar als je hier hoofd bent, ik bel u nog. Huh. Dus ja, stoor ik? Nee hoor, gewoon de voorstelling. Ah, toneelstuk. Oh, wat heerlijk gaat dat worden. Wat zullen jullie een pret hebben bij de bakker en de landloper en bij dat oogstfeest op het eind, waarbij iedereen de schouders er weer onder gaat zetten. Heerlijk. Maar ik kom voor iets heel anders. Ik heb nieuws. Heel goed nieuws. Jullie juf komt terug. Juf Sanne. Fijn, hè? Het gaat goed met haar. Het gaat fysiek net even wat minder. Dan emotioneel, maar dat trekt allemaal gewoon weer bij. Morgen komt ze alweer. En dan wordt alles gewoon zoals het was. Oké. Okay. En mees Kees dan? Mees Kees dan? Oh, meester Kees. Ja, oh, meester Kees. Die blijft in de buurt, hoor. Meester Kees? Bon. Bas, Tom, Jelle, Juna, Mara, Ilene, Jovan, Deli, Lisa en... Ik heet Michaela. Michaela. Ja. Een tilband gebakken vanochtend. Of een appeltaartje kan gewoon kiezen, zeg maar. Okay. Nou, lekker. Ja. Dag. Even, ja. Bedankt. Tot later. Sam en Tobias, moet ik nou op de eerste dag van juf Sanne? Hup, hup, zitten. Nou, juf Sanne, fijn dat u er weer bent. Heel fijne eerste dag gewenst. Toi, toi, toi. En veel plezier. Dank u wel, mevrouw. Oh. Nou. Daar ben ik weer. Ik
Ik heb foto's meegenomen. Van Jons. Mijn zoontje. Hij is zo schattig. En lief en klein. En zacht. Nou. Laten we maar gewoon beginnen met rekenen. Yes! Op bladzijde... Bladzijde 39, juf. Dankjewel, Aukje. Oké. Oh ja. Leuk, rekenen. Wat doe je met 15 en 3 om 5 te krijgen? Tom, Tim. Tom, mevrouw. Tom, ja. Ik zou zeggen allebei met 10 vermenigvuldigen, dan optellen en daarna delen door 36. Maar de vraag is, waarom? Nee, het is veel makkelijker. Kom, denk even goed na. Je hebt 15 en 3 en je wilt 5 overhouden, wat moet je dan doen? Maar, juffrouw, eigenlijk praten we niet meer zo. Nee. Oké, maar het is niet zo moeilijk. Ik weet het, juf. 15 min 3, dat is 12. Als je daar dan 7 van afhaalt, wat hou je dan over? Tada, 5. Maar de vraag blijft nog steeds. Waarom zou je dat doen? Delen. Het is delen. Je hebt 15 en 3 en je wilt 5 overhouden. Dat doe je dan door te delen. Ik kijk allemaal even. Bovenaan pagina 39, daar staat de som. Het is heel simpel. Bladzijde 39, ik zie jullie ook allemaal niet. Kijk, het is eigenlijk maar. Ja, Aukje? Michaela? Kan, het gaat best wel. Kijk maar. 1, 2, 3. Oh, lekker. Kom maar. High five. Snel achter elkaar. Kom maar. Zo. Lekker tempo. Banaan. Hij moet eerst het hapje zonder de banaan en daarna het fruit hapje met banaan. En met banaan zit in een geel bakje. Hoezo dat geef je nu? Dat is helemaal niet goed. Dat is totaal niet de bedoeling. Maar jongens, het is... Maar dit staat toch helemaal nergens in het toneelstuk? Jawel hoor, juf. Kijk maar op pagina 13. Kijk, de muizen hadden een croissantje gepikt bij de bakker. En toen sloeg de klok 12. En toen kwam al het eten tot leven. De aardbei en het kaasblokje. En het zakje friet. En het ijsje. En de worst en de bananen. Dat zijn wij! En toen gingen ze met z'n allen naar de bruiloft van de muizen. De jurk komt later nog. De jurk komt Snapt u het? Wij laten de andere kant zien. De kant van de muizen. Dat is improviseren, juf. Dat hoort bij een voorstelling. Echt waar. Snapt u het? Gaat het wel, juf? We gaan terug naar school. We moeten gaan. Nu. Oh. Maar juf, we moeten nog oefenen. Ik moet naar huis. Maar juf... Nu! Nu! Dit is Foutenboel. Hele Foutenboel. Wat is er in vredesnaam met jullie kostuums gebeurd? Het is voor de voorstelling. Fred! De voorstelling? Het toneelstuk! In boerenbakkers en buitenlui zit helemaal geen croissant. En al helemaal geen bananen. Eigenlijk hebben we het stuk een beetje veranderd.
stuk. Ja, de kinderen vonden het nogal... ingewikkeld. En ik dacht om van de plank korts af te komen... dat het handig zou zijn om wat te improviseren. Improviseren? Ja, ik dacht dat het leuk was om iets te doen wat de kinderen bedacht hadden. De kinderen? Ja. Meester Kees, kinderen weten niet wat echt toneel is. Dat weten alleen leraren. Echte leraren. Juf Sanne is zo geschrokken van wat u met mijn stuk heeft gedaan... dat ze overspannen naar huis is gegaan. Nee, toch? En die komt waarschijnlijk ook niet meer terug. Zeker de rest van het schooljaar niet. Oh. Is dat misschien een goed idee? Ik bedoel, voor de kinderen natuurlijk. Dat ik misschien weer terugkom in mijn eigen klas. In uw eigen klas, meester Kees. Dit is nu uw klas, de kleuterklas. En dat pittige klasje van juf Sanne neem ik over de rest van het schooljaar. Oh. Precies. Oh. En ik hoop dat u uw eigen toets heel goed heeft geleerd. Want daar hangt nu heel veel van af. En dit moet ook maar eens afgelopen zijn. Meekomen. De rest van het jaar treus. En nooit meer met Kees. Als we nou gewoon dit jaar samen konden afmaken. Dat zou toch fijn zijn? Daarna is het sowieso anders. Ik heb mijn CITO verpest. Expres. Te blijven zitten. Dat is een grapje, toch? Ik wilde bij mijn Kees blijven. Maar nu hebben we treus. Hey, Seppie, jongen, kom, we moeten naar voetbal. Ja. Ja. Zitten jullie nou nog steeds in die rommel? Ja, kom. Doei. Kijk eens. Het wordt je toch groot? Het valt best wel mee, hoor. Aanschouwt mijn oog, is dat een landloper in mijn der schuur? Och man, het is niet... Bakkersvrouw, hè? Och man, het is niet wat u vreest. Deze landloper heeft met ons het goede voor. Bakker, ik bid u, wreef met uw hand over uw hart. Ik wil slechts een hond brood. Och man. Nee, mijn geduld raakt op. Deze landloper verdient een welverdiende schop. Nee, bakker, nee!
Jawel, in de oven gaat ge, in de oven. Ja. Oven, oven. Oh. Laat me lopen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, in de oven. In de oven. Oh, oh, oh. Nee, man. Nee, nee, man. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Wat gebeurt er? Oh, oh, oh. Bakkers van. Oh, ach, wee, ach, wee. Oh, gaat de molen gaan draaien? Oh, 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 jee. Oh, jee. Nou, nu. En nu jullie. Bladzijde 1, pak je boekjes. Jongens en meisjes, ik heb hier de uitslag van de CITO-toets. Ik moet jullie komen halen. 2 en 2. Ja. Yep. Yes. 5, 7, 7. Ik heb echt goed gedaan. Tobias, je weet wat dit betekent. Zulke slechte resultaten. Ja, mevrouw Treus. Appeltaart met slagroom. Appels voor de vitamintjes. Dat is goed als je in de gooi bent. Kees is hier heel goed in. Maar ik ben beter. Hij heeft vanmiddag die toets voor school. Hij eet de laatste dagen alleen nog maar speakbriefjes. Eigenlijk moet Harley er even uit. Ik denk dat Kees het heel leuk vindt als jullie hem samen gaan ophalen van school. Echt? Wat dacht jij? Harley, kom. Kom. Thank you.
is. Kees. Hey. Hey. Oeh, hoi. Hey, Harley. Waar kom jij nou vandaan? Nou, leuk. Kom maar. Harley. Mom? Gaat het wel? Gewoon even liggen. Kom je wel naar de voorstelling? Nou, weet je, we kijken wel even, oké? Het maakt niet uit, mam. Het wordt toch niet leuk. Ja, kom maar jongens, kom. Kom, pak allemaal je werkboek Natuniek. Begin gewoon aan het volgende werkblad. Dan ben ik even... Ik ben even een brandje blussen. Maar mevrouw Druis, wat vindt u niet over nog voor het toneelstuk? De voorstelling. Ja, klopt. Jongens, pak allemaal je jassen. Op het schoolplein gaan staan, ik ben even aan het regelen. Meest Kees, het wordt nu wel tijd voor een lekker kopje koffie, toch? Of een koekje erbij. Meester Kees? Meester Kees? Er zijn luizen. Ja, dat weet ik, mevrouw Druis. De luizenmoeder wilde eerst nog een kopje koffie drinken en... Ja, maar ik heb je nu nodig. In de klas. Nu. In de klas? Ja. Je gaat met ze naar het rusthuis. Je doet wat speloefeningen. Je laat ze het stuk instuderen. Het goede stuk. Mijn stuk. Verder niks meer. Ja. Verder niks. Nee, verder niks meer improviseren en dat soort dingen. Hè? Ik heb hier iets... Ik heb iets anders aan mijn hoofd. Oh. Ja. Lekkage in de onderbouw. Is er lekkage in de onderbouw? Ja, in de bovenbouw. Nou, hup, ga, ga. Die luismoeders, die redden het wel zonder jou. Ik weet niet wat erg is. Les van Dres of theater van Dres? Allebei even erg. Het ligt eraan of ze weer gaat zingen. Wie gaat er zingen? Nee! Weer terug! Ja, nee, heel eventjes maar. Oh. Ja, ik moest eigenlijk luizen pluizen, maar Dreus vroeg of ik alvast wat speloefeningen met jullie wilde doen. Dat is zeker voor het stuk van Dreus. Ja, maar die speloefeningen kunnen wel leuk zijn. Kom. Bakker, is dat je vrouw of is dat je dochter? Dreus Schoolhoofd? Ja, nee. Nee, die luisterzakken, daar bent u nu mooi te laat mee. Bedankt voor niks. Terug met je oude nieuwe voorstelling? Nee, Dreus die heeft alle kostuums weggegooid. Nee. Hoor ik dat nog goed? Alle kostuums weggegooid?
Ja. Ja, zelfs als we zouden willen, dan zouden we het niet kunnen spelen. Ja, het is wel heel leuk om jullie weer te zien. Ik moet weer verder. Dag. Ja. Dag. Is goed, jongen. Wat doe je als je echt een probleem hebt? Een echt probleem? Nou, ik weet niet. Ik zeg altijd, ik zie wel. Ik zie wel. En? Hoe voelt het? Als je ergens mee zit, dan is het vaak veel minder erg dan dat je echt denkt. Problemen zijn net opscheppertjes. Die doen altijd alsof ze veel groter zijn dan dat ze echt zijn. Opscheppertjes? Ja. Mees, ik heb mijn CITO expres verpest. Oh. Dat is niet echt een opscheppertje. Nee. Mevrouw Dreus? Mr. Kees. Mevrouw Dreus. Mr. Kees, ik ben bezig. Sorry, dit kan niet wachten. Het gaat over Tobias. Oh ja, die slechte CITO. Heel vervelend. Ja, het is een vergissing. Tobias heeft expres een CITO verpest om te blijven zitten. Om bij mij in de klas te blijven zitten. Expres verpest? Ja. Kan hij hem overmaken om het weer goed te maken? Nee, CITO maken, dat doe je maar één keer. Dat zijn de regels. Maar er zijn toch ook uitzonderingen op de regels? Ik weet precies wat Tobias kan, wat elk van mijn leerlingen kan. Tobias had alleen een beetje last van plankenkoorts om de volgende stap te nemen. Laat hem alsjeblieft helpen om dit goed te maken. Ik mag dat toch wel, die energie waarmee u voor uw leerlingen opkomt. Huh? En kennelijk weet u heel goed waar u het over heeft. Ik weet het. Ik blijf gewoon ook zitten. Dat lukt me makkelijk. Ik bedenk wel iets. Tijdelijke vergeetachtigheid of... Of de hond heeft mijn CITO-score op. Maar jullie hebben helemaal geen hond. Nou, mijn zusje dan. Wat heeft je vader nu weer gekocht? Hey, jongens, hoi! Hey. Ja, dit is nu jullie nieuwe hut. Hè? Ja, hij is natuurlijk ietsje minder cool dan die echte hut. Maar het is een tussenoplossing. Wow, pap. Best wel een coole tussenoplossing. Wat staan jullie daarna te kijken? Kom even binnen. Kijk, we laten hem hier gewoon staan. Dan kunnen jullie nog lekker spelen. Hé, hey, en trouwens over dat hele opgroeien. Hè? Dat hoeft toch helemaal nog niet? Ja.
over dat jong zijn, hè? Daar heb ik nog eens even over nagedacht. Maar jong zijn is eigenlijk het nieuwe oud worden. Ja, dus ik word ook weer jong. Ja, ik word ook weer jong. Lekker jong, lekker jong. Ik moet dan daar. Tobias! Tobias! Mees! Het zijn opschippertjes. Je blijft niet zitten. Echt waar? Ja, ik heb met Dreus overlegd en je mag morgen een andere toets doen. Een andere toets? Ja. En weet je wat nog meer? Ik kom terug in de klas. Echt? Ja. Is er niet? Nee. Jongens, zijn jullie klaar voor? Wat was dat voor gek, Mees? Kunnen we niet alsnog afblazen, Mees? Ja, Mees. Ja, Mees. Afblazen. Kom, aan de kant, aan de kant! Ja, Mees, niet! Hele rust thuis heeft geholpen. Al onze kostuums. Helemaal gebreid. Kan onze voorstelling toch doorgaan? Gelukkig wel, Mikudu, gelukkig. Hoedje van de wortel. Jongens, één muis in de aanbieding. Echt een stukje kaas daarop. Ja, dank u wel. Wat ijs hier. Kaas. Kijk eens nog. Mees, de trouwjurk. Marie-Louise. Dames en heren. Welkom bij het jaarlijkse toneelstuk van onze school. Een echte traditie. Dit jaar is het de klas van meester Kim. Die het ons zo bekende en geliefde stuk... Sorry. ...opvoert. Mees, de jurk. Als komt zo snel mogelijk aan. Oké. Zoals ik al zei. Lekker vertrouwd spelen we hier het stuk dat wij al jaren spelen, geschreven door... uw favoriete stuk. Veel plezier bij boeren, bakkers en buitenlui.
meester Kees. Mees, waar is de jurk? Die hebben we nodig voor het einde. Is er nog niet? Hé, hey, Marie-Louise, we zitten nu midden in de voorstelling en we hebben de jurk nu echt heel erg... Marie-Louise. Ziet er echt fantastisch uit. De trouwjurk. Voor Hasna. Voor Hasna? Mees, het bruidspaar moet nu op. Nu op? Maar dan... We gaan ruilen. Mees, we ruilen. Dit stukje moet jij improviseren. Echt? Ja. Je CITO-toets, die wou ik je nog geven. Je hebt het echt heel erg goed gedaan. Echt? Ja. Kees. Kom maar. Muis en muis. Je mag de muis kussen. That's where you find me, somewhere over the rainbow, way up high. Ah. Hij is grappig, doelde dat een beetje gek. Daarom is hij onze favoriete meester. Yes, we hebben weer les, we willen weten wat hij ons wil leren, hoe dan ook, het wordt geestig. Yeah, hij maakt voor iedereen tijd. Arm of rijk, voor hem is iedereen gelijk. Als wij hem nodig hebben, dan staat hij daar meteen. En daarom is hij onze nummer 1. En de juf smelt als zij hem ziet. Hij is de favoriete. Ding. En van het dat gewone les maakt hij een happening. Maar bovenal had hij ons dromen. Over een hele mooie toekomst, ja hij laat ons geloven. In onszelf, zoals hij is er geen één. En daarom is het tussen nummer 1. En de juf bloos als zij.